zijn jullie nu aan het filmen? Ah ja, oké. Hey. Hey! Wij zijn Asjit en Julie, studenten toegepaste taalkunde en PR bij VETO Gent. VETO Gent is de studentenvereniging van onze faculteit. En wij zullen jullie vandaag meenemen op een rondleiding doorheen Campus Mercator. Let's go! Hier staan we dus op Campus Mercator. Vanaf tweede bachelor gaan jullie al jullie vakken hier krijgen, maar in het eerste jaar heb je wel nog enkele algemene vakken op andere campussen. Kijk dus zeker goed op je lesrooster, zodat jullie op de juiste plaats bent. Ja. Kom, we beginnen eraan. Dit is de zontaal, waar je met al je vragen terecht kunt. Anne en Chantal helpen je met heel veel plezier. Dit is Chantal. Anne is er nu niet, maar anders wel. Nu zijn we op weg naar lokaal A05, waar je terecht kan voor leerbegeleiding met je studiebegeleider. Net zien we zelf afspraak, maar daarover zal je wel meer informatie krijgen op de introductieweek. Dit academiejaar zijn ook studiecoaches die jullie zullen toespreken na de sessie Nederlands op 18 september. Dit is lokaal A08, het grootste lokaal van Mercator. Hier worden de algemene vakken gegeven. Meestal beginnen studenten langs achteraan aan te schuiven, waardoor de lesgever niet echt publiek heeft vooraan. Daar zal je altijd wel eens iets over zeggen. Door corona zijn er verschillende plaatsen met een groene sticker aangeduid. Enkel op deze plaatsen mag je gaan zitten. Hier is het looplokaal. En achter mij hebben we de tolkencabines. Zoals je kan zien is Julie al druk aan het tolken. Hier zijn de computerlokalen en een voorbeeld hiervan is het ondertitellokaal. Oh, als je les hebt op de vierde verdieping moet je echt wel veel trappen doen. Maar gelukkig loont het de moeite, want er is hier een super cozy zithoekje ingericht door onze sponsors. Op elke verdieping zijn er rechts achteraan de toiletten. Nu zijn we op min 1. En jullie zien wel dat er een lift achter mij staat. Deze mogen we jammer genoeg niet gebruiken, maar is enkel toegelaten voor lesgevers. Al de trappen moeten we dus met onze beentjes doen. Helaas. We staan hier bij de fietsenstalling van het A-gebouw. Hier kun je veilig je fiets kwijt. Let er wel op dat je binnen de witte lijnen parkeert. Je kunt denken dat je hier ook met je auto mag parkeren, maar dat is niet het geval. Deze parking is enkel voor lesgevers en medewerkers. Maar gelukkig zijn de straten rond Mercator groene zone en dat betekent dat je voor slechts 3 euro een volledige dag kunt parkeren. Bij nat weer of in de winter worden deze kasseien wel echt enorm glad, dus pas op met die hakjes of met die laarsjes, want er zijn wel aangenamere dingen dan uitglijden vlak voor de les. Achter mij zie je het studentenrestaurant van de Hoog Gent, waar wij ook mogen gaan eten. 'S Middags kan je daar genieten van een lekkere maaltijd of een broodje. Vergeet wel zeker je studentenkaart niet, zodat je tegen een voordelig tarief lekker kunt smikkelen. Nu zijn we het B-gebouw aan het binnenwandelen, waar zich verschillende bureaus van lesgevers, lerarenkamers, secretariaat enzovoort bevinden. We hadden hier vroeger een bibliotheek, maar deze is nu opgenomen in de facultaire bibliotheek in de Rozier bij de Boekentoren. Achter mij bevinden zich de vakjes van de lesgevers, dus als je een taak hebt of iets anders dat je nog moet indienen, dan moet je hier zijn. Hier kan je met al je administratieve vragen terecht die niet opgelost geraken bij het onthaal in het A-gebouw. Zoals ik dus daarnet al zei, heeft bijna elke lesgever hier zijn of haar kantoor. Als je dus bijvoorbeeld een afspraak hebt voor een feedback op een examen, moet je dus hier zijn. Voilà, dit was onze rondleiding. Als je nog vragen hebt, stuur gerust een berichtje naar het presidium van VETO Gent. Tada!